Goedemiddag iedereen! Welkom terug bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Oh yeah! Oké, wat gaan we dus doen vandaag? Vandaag gaan we dus een video maken met al de films dat ik heb op DVD, op Blu-ray. Die allemaal beginnen met de letter B. Want vorige keer hebben we de letter A gedaan. Dus de volgende keer is de letter C. Goed zo, goed geraden. Godverdamme. Goed, we gaan beginnen bij het begin. Gelijk altijd, hè, mensen. Allee, hopla. Oké, daar gaan we dus. De eerste film dat ik ga tonen is met Jean-Claude Van Damme en Dolph Lundgren. Dat is Black Water. Voilà, zie. Was nog niet zo slecht. Was nog een goede film. Ik ga niet te veel uitleg geven natuurlijk bij de films, anders zit weer morgen nog. En dat is de bedoeling nu. Dan de volgende film. Vind ik persoonlijk een super goede film. Heeft 2 Golden Globe nominations van Best Actor Drama en Best Original Song. En dat is Brothers. Een hele, hele, hele goede film. Echt een van mijn favoriete dramafilms eigenlijk. Super goede film. Dan de volgende is ja, een classic, super goede film. Dat is The Big Lebowski met de slipcover, uiteraard. Voilà. Dan de volgende film is met Vin Diesel. Vond ik persoonlijk niet slecht. Dat was Bloodshot. Voilà, zie. Dan de volgende film is met Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts en Michelle Yeoh of zoiets. Ik vond dat ook niet slecht. Het is niet echt een topfilm, maar niet slecht. Dat was Boss Level. Goeie film. Dan de volgende film vind ik een van zijn betere films die uitgekomen zijn de laatste jaren van hem. En dat is met Jean-Claude Van Damme. Dat noemt The Bouncer, maar eigenlijk in België is hij uitgebracht in Luca. Ik ben naar de première geweest in de tijd nog en toen was Jean-Claude Van Damme hier ook nog. En dan heb ik ook een handtekening gekregen van hem. Je kunt dat zien in een video dat ik binnenkort een keer ga posten hier. Dat was een van de meest gewoon mind-blowing momenten uit mijn leven. Dat was gewoon mega zot als ik die handtekening gekregen heb. Want ik was aan het vloggen en hij keek in de camera en hij zei: I specially signed this for you. Dus dat was gewoon echt de max. Goed. Dan, de volgende film is van Adil El Arbi en Bilal Fallah. En dat is Black. Ook een supergoeie film over Brusselse bendes. Dan, de volgende is Black Panther. Zo, heel goede film. De volgende film is een high film, dat is ook altijd goed. Er zijn er een paar goed, maar er zijn ook heel veel slechte. Maar daar is nog een goeie, dat is Bait. Dan de volgende film is de eerste van 3, dacht ik. Ja. Dat is Beverly Hills Cop 1. Dan de volgende is eigenlijk echt geen goede film, was eigenlijk super slecht, maar ik wil gewoon al zijn films sparen van Sylvester Stallone. En dat was Backtrace, maar dat was super slecht. Dat was niet normaal, dat was echt slecht, dat kan niet. Oké, kan altijd slecht. Dan de volgende film is met Bruce Willis en Cole Hauser. Is ook niet echt een topfilm, maar ik vond hem niet zo slecht. Hij al veel slechter gemaakt, Bruce Willis. En dat was Brothers of Life. Ik vond dat zeker niet slecht. Ik vond dat een goede film eigenlijk. Dan de volgende film is een classic natuurlijk. Ik heb nog maar de tweede en derde gekocht. En dat is de eerste, Back to the Future. Dat is ja, supergoed natuurlijk. De volgende film vind ik persoonlijk een topfilm. Er zijn niet veel mensen die dat graag zien. Er zijn er mensen die dat wel graag zien. Maar ik vind dat persoonlijk een topfilm. Dat is Buried.
met Ryan Reynolds. Ik vind dat gewoon echt een supergoeie film. Dat is gewoon één acteur, één locatie en toch 90 minuten gewoon mega, mega spannend. 95 minuten duurt hij. Topfilm. Buried. Dan, de volgende is de tweede en de derde. De eerste heb ik niet, maar wil ik me wel een keer aanschaffen op 4K. De tweede is Blade 2, met Wesley Snipes. Supergoeie film. En dan Blade Trinity, ook met Wesley Snipes. Vind ik persoonlijk ook een goede film. De eerste is de beste, maar toch, die twee vind ik eigenlijk ook supergoed. Dan de volgende film is een boxfilm. Waar gebeurt The Greatest Comeback in Sports History? Dat is Bleed for This. Ook een goede film. Heb ik wel van genoten. Dan de volgende film is ook een boxfilm. Dat is ook waar The Untold True Story of the Real Rocky. Dat is The Bleeder. Vond ik ook een goede film. De volgende film was ook niet slecht. Dat was met, noemt jij nu weer, Elijah Wood en John Cusack. Dat was zeker niet slecht. Dat was Blackmail. Voilà. Dan, volgende film, vond ik nog tamelijk grappig. Met Dwayne Johnson en Zac Efron. Dat is Baywatch. Volgende film heb ik nog niet zo lang geleden gezien. Was zeker geen topper, maar allez, heeft al slechter gemaakt. Dat is met Sylvester Stallone, Bullet to the Head. Vond dat niet echt zo spectaculair, maar oh ja. Dan de volgende film is echt voor mij nostalgie. Heb ik nog niet zo lang geleden gekocht via Amazon. Dat is met Nick Nolte en Shaquille O'Neal, Blue Chips. Vond ik echt een supergoeie film. Goeie sportfilm. Dan de volgende film, er zijn veel mensen die dat niet graag zien, maar ik zie dat gewoon graag, zo films. Dat zijn van die science fiction, blockbusters, popcorn movies en dat is Battleship in een steelbook. Ik vind dat echt de max van de film. Ik vind dat gewoon, ja, ik kan er niet aan doen. Heeft nog trouwens veel haat gekregen in die film, maar ik vind het echt de max. Dan de volgende film, zijn er drie van. De eerste is een steelbook, dat is Bad Boys 1. Super coole steelbook met zo wat een kogelschot hierin, een kogelgat. Het is wel wijs gedaan. Dan de volgende film is Bad Boys 2, ook een steelbook. Voilà, super tof. Ik vind eigenlijk de tweede de beste persoonlijk. En dan de derde vind ik persoonlijk de minste, maar is nog altijd goed. Is Bad Boys for Life. Voilà, zie. Dan, volgende film. Is een supergoeie film. Black Hawk Down. Ik denk dat dat waar gebeurd is. Ik ben niet zeker waar gebeurde het verhaal. Ja, inderdaad, supergoeie film. Black Hawk Down. Volgende film, een klassieker, maar blijft gewoon top. Dat is met Mel Gibson, Braveheart. Volgende film heb ik enkel nog maar de eerste gezien. Ik zou heel graag een keer de tweede zien. Ik heb dat samen gezien met Anouk. Anouk wou ook echt een tweede zien. Dat is The Boy. Vond ik echt een supergoeie film. Dan de volgende is van... is een 4K. Dat is... vond ik persoonlijk ook een heel goede film. Hoe vooral... Visionary filmmaker behind Guardians of the Galaxy. From producer James Gunn. En dat is Brightburn. Vond ik persoonlijk een supergoeie film. Dat is eigenlijk een beetje het Superman verhaal. Maar dan in een horror... horror kwaliteit. Hoe zeg je dat nu? Een horror editie. Nee, weet ik veel. Maakt niet uit. Een horror verhaal. Voilà. Een horror verhaal van Superman. Supergoeie film. Soms ga ik echt niet uit mijn woorden. Maar ja. Het is wat dat is, hè, mensen. Ja. Goed, de volgende films is een box set van de vier originele Batman films. Supergoeie films natuurlijk. Allee, supergoed. De eerste en de tweede is goed. En wat is het? Batman Forever en
Batman en Robin bij dat is. Ja, die zijn wel een beetje minder, maar toch vind ik ze wel entertainend om naar te kijken. Dan de volgende film zit nog in plastic. Is een steelbook. Heb ik nog maar gekregen van Koen. En dat was Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ik heb dat bekeken. Dat was echt supergoed. Dan de volgende film is Batman Begins. Mega goed. De volgende film is The Dark Knight. Steelbook. Supergoed. De volgende film is met een slipcover, The Dark Knight Rises. Ook supergoed. En de volgende film is de Lego Batman Movie. Voilà ze. Was ook super grappig. Dan, de volgende film is Batman vs. Superman. En ik heb dat in de cinema gezien. En ik vond dat een beetje tegenval. Maar dan heb ik hem nog een keer bekeken. En toen was het eigenlijk wat beter. Allee, ik weet niet waarom, maar... Eigenlijk zo slecht is dat niet. Maar ik had gewoon dat eindgevecht tussen Batman en Superman dat ik een beetje beter verwacht. Het is gewoon daarom. Voilà, dat waren al de Blu-rays. Nu gaan we beginnen aan de DVD's. De eerste is een boxset. Heb ik ooit een keer gekocht voor 1 euro. Volledig in plastic. En dat is de Complete Series 1 van Batman, de Animated Series. Voilà, heb ik een keer, dat had ik nooit vergeten. 1 euro was dat voor volledig die een boxset. Dan de volgende is de Batman, de Animated Series, de Complete Series 2. Voilà, heb ik ook gevonden op de rommelmarkt. Ik weet niet hoeveel seizoenen er zijn, maar ik heb er maar 2. Ik zou ook graag die andere wel willen, maar ja, dat zal wel een keer lukken. Hè. Dan de volgende is Batman of the Future. Voilà, is ook supergoed. De volgende is Batman the Movie, DC's Superheroes Unite. Is, maar die vond ik een beetje minder, maar was ook nog goed, maar niet zo goed als de Lego Batman Movie. Dan de volgende is Batman and Harley Quinn. Ik vind dat echt de max, die animatie van Batman. Dan de volgende is Batman Year One. Voilà. De volgende is Batman vs. Robin. En de volgende is, dat is een supergoeien, Batman Mask of the Phantasm. Dat is een hele goeien dat. Voilà, de volgende ga ik eigenlijk in één keer tonen. Pardon, de volgende ga ik in één keer tonen. Dat is de Big Bang Theory. Dat zijn 8 seizoenen. Ik weet niet hoeveel seizoenen dan er zijn, maar ik heb er dus 8. Ik ga het niet allemaal doen. Voilà. Dan gaan we verder. Een film dat ik onlangs nog gezien heb. Dat ik gekocht heb voor 2 euro op DVD in Mediamarkt. Maar die verrassend echt heel goed was. Dat was Blood on Her Name. Dat was echt een heel goede film. 2 euro in Mediamarkt is wel een koopje. Maar echt een goede film. Dan de volgende film is een Vlaamse film. Vond ik ook wel heel goed. Dat is Bo. Heel goede film. De volgende film is met een stand-up comedian, Bart Cannaert. Wanneer gaan we nog eens bowlen? Super grappig. De volgende is op DVD, wil ik wel eigenlijk op Blu-ray aan. Dat is Big Hero 6 van Disney. Dat is een super goede film. Super grappig. Bienvenue chez les Chitty. Chitty noemt dat het. Zo, super goede grappige film. Die heb ik over het laatst gezien met Eric Roberts. Dat is By the Sword. Is al een oude film, maar wel nog goed. De volgende film is, dat is niet goed, maar ik hou dat gewoon voor nostalgie. Dat is met Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas, ja. Bounty Tracker. Voilà, Bounty Tracker. Dan, volgende is seizoen 2. Ik zou eigenlijk al die seizoenen willen, maar ik heb nog maar eentje gevonden op de rommelmarkt. Dat is met Dwayne Johnson, Ballers. Dat is een super goede serie. Die staan ook allemaal op streams, dacht ik. Ja. Dan, volgende film is een hele goede komedie met Chris Farley, die ondertussen overleden is. Dat is Beverly Hills Ninja. Super goede komedie.
Volgende film is nog een keer nostalgie voor mij. Bloodsport 2. Ik heb Bloodsport 1 niet. Ik zou hem ook wel graag willen. Dan de volgende is de 2-disc DVD van Disney Belle and the Beast. Wil ik ook wel op Blu-ray. Volgende film is eigenlijk een beetje porno, maar ja, het is wat dat is. Dat is Baise-moi. Voilà, maar het is niet echt een pornofilm, maar ja, het is een, hoe moet ik het zeggen, een goede pornofilm en verhaal. Ik had er zo, ik weet niet hoe dat ik moet, ja, ik weet het niet. Als er iemand een uitleg kan geven over die film, geef het een keer in de reacties, want ik ga sowieso commentaar in. Allee, waarom toon ik een pornofilm? Maar ja, het is niet echt een porno, het is, weet ik veel. De verboden film, geweerd uit vele bioscopen, ongecensureerd. Baise-moi. Voilà. En dan de laatste dat ik hier heb, heb ik gevonden op de rommelmarkt voor 2 euro, volledig in plastic. Maar had ik al gezien, maar zit nog altijd in plastic. Supergoeie serie, dat is Band of Brothers. Gevonden voor 2 euro op de rommelmarkt. Gewoon zalig. Rommelmarkt is gewoon live. voilà mensen, dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video alstublieft. Volgend weekend, ik weet natuurlijk niet wanneer dat in een video hier gaat online komen, maar volgend weekend, dus nu van het weekend, ga ik naar een beurs gaan in Kalken. Daar komt er zeker ook nog een video van. En voor de rest, ik weet het niet wat dat de toekomst nog allemaal zal brengen. Nog een keer bedankt allemaal om te kijken en voor mij te steunen. En ik krijg wel veel berichtjes via Instagram van uw filmpjes en de Max. En dan de mensen ook films ontdekken die ze nog nooit van gehoord hebben via mijn YouTube kanaal. Dus dat vind ik wel tof allemaal. Als je commentaar net of zo, laat het achter in de reacties. Wil je mij een keer iets sturen via Instagram, stuur maar. Je kunt mij vinden op Instagram, Blu-rayDaddy82. Abonneer op mijn kanaal, het is volledig gratis. We gaan het wel zien, hè, mensen. Hey, weet je wat, al dat bla bla bla. Gewoon, het enige dat ik nog wil zijn is... salut!